Voedselverspilling is niet alleen slecht voor het klimaat, maar het is ook economisch nog ethisch verantwoord. Zeker als je weet dat ongeveer 1/3 van de wereldproductie voedsel verloren gaat. Dus dit kan niet. Het is ieders verantwoordelijkheid van het begin van de keten bij productie tot consumptie. In 2015 is er een actieplan opgesteld, breed gedragen door 50 maatschappelijke organisaties. Dat moet absoluut gemonitord worden, want wij willen tegen 2025 de voedselverspilling met minstens 1/3 terugdringen. En daar moet absoluut op ingezet worden door meer informatie, meer sensibilisering. Want laten we van samen van tegengaan van voedselverspilling een maatschappelijk engagement maken. Ja, bij het aankopen probeer ik toch te letten dat ik verstandig koop, hè, dat ik niet te veel koop, dus dat ik overschotten heb. Bij het koken, wat niet elke dag gebeurt, moet ik eerlijk zeggen, is dat hetzelfde. Hè. Dus toch juist genoeg koken. En in C smijten we niks weg wat nog eetbaar is. En op vakantie moet het bordje niet altijd overvol gedaan worden. En op die manier probeer ik een kleine bijdrage te leveren.